Okay. Beetje naar voren, denk ik. Hey Joost, ja. Je bent gestart? Ja, ik was gestart. En je bent weer geland? Ik ben weer geland, het is wat. Maar als je zo naar de lucht kijkt, dan moet er wat zitten, maar niet tegengekomen. Het moet wat zitten, kijk, daar gaat wel iemand aan draaien. En volgens mij zit het er ook echt wel, maar ja, dan moet je het wel pakken. Ja. Dus ja, ja, het zat er niet in, nog even. Zou nog een keer proberen? Zeker. Oké, okay. Gaan we doen. Succes. Jojo. Mario, jij hebt het eerste keerpunt gehaald. Ja. En dat was goed? De eerste keer was echt makkelijk. Het was 1400 boven de eerste keerpunt. En toen, naar de tweede keerpunt? De wind was harder dan we denken. Ik ben een beetje meer noorden te gaan. Een beetje meer met de wind, maar ja, moeilijk. Ik ben laag gezet en dan terug. Is het waar altijd blauw is, de tweede keerpunt? Ja, is daar. Oké. Okay. Ja, precies. Het is lastig dus. Het is lastig, maar nu de wolken... Gewoon snel kapot en de bellen ook. Is echt met de wind, denk ik. Oké. Is moeilijk. Nou, jammer. Nou ja, ja de dag was echt een mooie. Je dacht dat het echt zou mooi zijn. Op de start was het makkelijk en mooi. En valt het nu tegen eigenlijk? Ik denk het wel, maar als Arne nu pakt, gaan we mooi nog richting de derde keerpunt. Als je tweede keerpunt maar haalt, dat is eigenlijk een beetje plezier. Het is makkelijker, ja. Oké. Okay. Zo is het. Ja, oké, dankjewel. Leuk. Jij kan wat zien, André? Ja, eindelijk heb ik hier genoeg internet om ze te zien. En nou, je ziet hier, dit scherm staat wel heel erg door elkaar, maar goed, heel erg door elkaar. En dan zie je dus dat er hier een aantal nog aan het vliegen zijn. Een paar hebben waarschijnlijk hun airtribune niet aanstaan. En wie is het verst weg op dit moment hier? Gijs, die staat nou... En die is nog 66 kilometer van doel af en is 78 kilometer is het. Ja. Dus die heeft van 12 kilometer En als we dan even inzoomen, dan kunnen we kijken waar ergens Gijs zit. Kijk, Tanno hier, Sander zit hier, Egbert. Even kijken waar Gijs zit. Ik zie niet zo gauw waar die zit. Ik moet zoeken. Er moet een groen op. Hier, ik zie hem hier. Oh ja, ja, hier zo. Dat is dus hij is dus hier gestart. Hij moet daar naartoe. Dus hij is nu ergens. Halverwege. Ja. En dat is het eerste keerpunt erboven? Dit is het eerste keerpunt, dat is Dalfsen. Daar zijn de meesten nou onderweg of zitten daar. Ja. En nou zijn er al een paar. Sander is naar het tweede onderweg. Yo, kunnen we weer even? Ging het goed, Harm? Het ging uitstekend. Ja. Met name de laatste. Dat was met Joost. Oh ja. Voor het einde van het veld zaten we op 350 meter. Ik maak nog een hele kleine 180 met hem. En toen heb ik hem afgezwaard op 500 meter. Iets over 2 minuten, geloof ik. Ik ben benieuwd wat voor verhalen Joost daarover heeft. Maar dat ging als de brandweer. En ik heb hem ook niet weer gezien. Jij was ook in de lucht en je bent weer op de grond? Ja, ik zat op 1100 meter.
Ja. Ik heb het toch nog voor elkaar weten te krijgen om het allemaal te vliegen. Dat is knap. Hele prestatie. Ga je het straks weer proberen? Ja. Het gaat... Het duurt eventjes misschien voordat het echt ontwikkeld is. Ja, ik denk dat het wel beter wordt om 3 uur of zo. Oké, prima. Maar ja, ben ik natuurlijk wel... Mijn tijd is natuurlijk al voorbij, maar... Ja. Ja, precies, want je wil ook op het goede moment eigenlijk al in de lucht zijn. Ja, om 1:15 was eigenlijk al de start. Ja. Of en 2 uur. Ja. Dus nou, die mis ik nu. Maar ja. Dan okay. Nou gaat het om de taak te halen. Precies. Ja. Nee, succes. Dankjewel. Hey Henk. Hallo. Kort vluchtje. Eerste keerpunt over Dalfsen. Oké. Iets te ver gevlogen, helaas. Maar, was het moeilijk tussen de eerste en tweede keerpunt? Ja, want toen was het recht tegen de wind in. Oh, dat is het. En toen kwam ik hier, ik dacht, hé, dat is mijn huis. Dus ik denk, ik ben thuis gaan landen. Nou, zo vaak gebeurt het niet. Bleek niet zo te zijn. Oh, bleek niet zo te zijn. Andere ideeën, de eigenaar. Ja, okay. Maar mooi veld. En, ja, precies. Omgeving en fijne dag. Ja, oké. Okay. En hoe is het hier? Johan, hi. De retrieveman. Hè? De retrieveman. De retrieveman, ja, nou. Ik kwam jullie toevallig tegen. Hoe was het? Ja, koppenkrachtig eigenlijk. Ja. Het was, ik was de laatste in de lijst die mocht starten. En in het begin ging het best wel even hard omhoog met bellen van 3,5. En als je wat hoger komt, dan leek het wel of het helemaal verwaaid was. Je kon niet echt meer draaien, je kon alleen maar een beetje meedriften met de wind. Ja. En ik ben gewoon lekker meegegaan en ik heb het tot ongeveer zo'n 11,5 kunnen draaien. Verder wou het niet. Ja. Ik heb mijn eerste keerpuntje gepakt. Dat wel. En, het ging hier eigenlijk alleen maar naar beneden toe. En ik heb hier nog een hele tijd lopen worstelen dat ik iedere keer rond die 300 bleef hangen. Maar ja, op een gegeven moment krijg je de social zak, hè, dus hier de twee staan. Ja, daar ben je er maar bij gestaan. Ja, op een gegeven moment ben ik klaar met dat gepiel.